Welkom, allemaal. Welkom bij dit programma van het Studium Generale van de Universiteit Maastricht. Mijn naam is Barbara Strating. Ik ben vanavond niet in de oude van de Universiteit Maastricht en ook niet thuis in mijn woonkamer voor de kast van mijn oma. Ik sta vanavond in de studio. Dat is voor u anders, dat is voor mij anders, maar we dachten: het ziet er misschien wel weer eens leuk uit. En we gaan vanavond ook naar een heel interessant programma luisteren. En dan nu de spreker van vanavond, want daar kijk ik ontzettend naar uit. We hebben vanavond Norbert Peters te gast. Hij is, las ik vandaag, de enige botanisch filosoof ter wereld. Dus dat is wel heel bijzonder. Um, en hij gaat vanavond met u hebben over het fytoseen. Nou denken we allemaal wel even aan het Anthropoceen. In de tijd waarin wij als mensen uit de wereld massaal aanpassen en naar onze hand proberen te zetten. Maar ja, wat is die wereld waard als er geen planten zijn? Norbert Peters gaat dus vanavond betogen en ook aan u laten zien waarom planten van onnoemelijke waarde zijn voor de wereld waarin wij leven. En ik ben dus ook heel benieuwd naar zijn verhaal vanavond. Voor nu, veel plezier en tot straks. Nou, Barbara, hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik sta inderdaad hier in de bijna presidentiële studio van de Maastricht University. En we gaan het inderdaad hebben over het fytoceen, ofwel het tijdperk van de planten. En zoals Barbara al zei. Je hebt natuurlijk het idee, we leven vandaag de dag in het antropoceen. Die gedachte is op een gegeven moment geuit, omdat mensen, de invloed van de mens op de planeet heeft inmiddels nou ja, planetaire proporties aangenomen. En we hebben ons verspreid over het hele aardoppervlak en we zijn die ook op een drastische manier zijn we die aan het veranderen. Zowel de biodiversiteit als ook wat er in de grond zit. We zijn de oceanen aan het bevaren op grote schaal. Dus je zou kunnen zeggen: de mens is een soort geologische macht geworden. Mochten er ooit in de toekomst een keer. Aliens, buitenaardse wezens, onze planeet bezoeken en in de grond gaan graven, dan zouden ze daar een laag aantreffen en maar met, met puinresten van, uh, van onze beschaving. En zodoende is op een gegeven moment die gedachte gekomen van het Anthropoceen, het menselijke tijdperk, in tegenstelling tot het Holocene, wat de geologen echt tot voor kort hielden als, als de naam voor dit tijdperk. Maar ik denk dat het correcter is om te spreken over het phytocene. En phyto komt van het Griekse woord futon, wat plant betekent. We leven eigenlijk in het phytocene. En dat is een tijdperk wat nou ja, een, flinke, een flinke chunk van onze geologische tijd al beslaat. En ik ga jullie vandaag aan de hand van een aantal verhalen meenemen naar mijn gedachte... waarom leven we eigenlijk in het phytocene. En dan begin ik met een wat... Nou ja, Vreemd boek misschien. Het is vlak na de Tweede Wereldoorlog uitgekomen. The Death of Grass. Geschreven door de Britse auteur John Christopher. En die Death of Grass dat is zeker eigenlijk in dit jaar een heel bijzonder boek geworden. Dat was het al, maar dat is eigenlijk nog bijzonderder geworden. Want het boek spreekt, en het, de titel verraadt het al een beetje: De dood van gras. Het gaat erover dat er op een gegeven moment wordt er een virus wordt gesignaleerd in de rijstvelden van China. En dat virus dat krijgt de naam Cheng li en dat virus dat tast eigenlijk alle rijstplanten aan en aangezien rijst het basisvoedsel is voor, de, voor een groot deel van de Aziatische landen, krijg je een enorme humanitaire ramp. Wetenschappers doen er eigenlijk alles voor om met pesticiden en op allerlei andere manieren dit virus te bestrijden. Maar wat zie je eigenlijk gebeuren is dat dat virus met het bestrijden van het virus gaat het virus ook muteren en met die mutanten worden niet op een gegeven moment alleen de rijstplanten aangetast, maar alle grasplanten ter wereld. En dan zie je in het boek, het volgende gebeuren is dat men eigenlijk pas zich dan begint te realiseren hoe belangrijk grassen zijn voor ons eigen overleven, ons eigen bestaan, maar ook gewoon voor de planten die je ziet in de nabije omgeving. Als je de grassen zou weghalen, zou je echt een heel groot deel van de biodiversiteit weghalen. Grassen, de grassenfamilie, beslaat van 12.000 soorten. En de drie belangrijkste daarvan, maïs, rijst en graan, ook vandaag de dag nog, beslaan 50% van onze calorieënamen. 50% van onze zeg maar elke halve hap die we nemen, daar, staat een gras aan, daar is een, ligt een gras aan ten grondslag. En dan heb ik het nog niet eens over de grassen die natuurlijk het vee voeden uh, en ook op die manier dus in ons dieet terechtkomen. Dus dit was een bijzonder. Boek, zeker voor mij, omdat het eigenlijk ons wijst op dat niet alleen wij mensen kunnen last hebben van virussen, niet alleen dieren kunnen daar last van hebben, maar ook planten kunnen last hebben van virussen en andere ziektes. Nou hebben planten het voordeel dat planten eigenlijk niet echt oud worden. Je kan natuurlijk wel spreken van een monumentale boom, maar het grappige is: die boom is niet bejaard. Als je daar een stekje van zou afnemen en je zou die vervolgens uh, met wat uh, uh, stekpoeder weer in de grond steken, krijg je daar weer gewoon een boom uit. En die, die, die vertoont eigenlijk geen tekens van ouderdom. Je hebt natuurlijk al planten die maar een jaar bestaan of maar twee jaar bestaan, maar je ziet eigenlijk geen veroudering in die plant. Een plant behoudt um, wat, wij, wat je bij ons of stamcellen zou kunnen noemen. En die behouden ze. Ze hebben eigenlijk altijd die verjonging dragen ze in zich. Nou, dat verhaal wat ik aanhaalde, de Death of Grass, dat is natuurlijk een fictief verhaal. Dat heeft niet echt plaatsgevonden. Maar je kan je natuurlijk goed voorstellen dat inderdaad zo'n ramp. Van enorme proporties zou zijn. En dat zie je ook in het boek gebeuren. Het uh, is eigenlijk gewoon een dystopisch boek. Het gaat uiteindelijk loopt het heel slecht af met de mensheid. Die vervallen tot barbarij. Op een gegeven moment moet zelfs de regering beslissen om waterstofbommen te gooien op de grootste steden om de ergste barbarij te voorkomen, wat natuurlijk bizar klinkt. Um, maar in het verleden hebben zich wel soortgelijke rampen voorgedaan, hoewel met kleinere proporties. Uh, u ziet hier een plaat van de aardappel en daarnaast een plaat van de banaan. U kent misschien wel de aardappelziekte die op een gegeven moment is uitgebroken. In de 19e eeuw werd Ierland, een land wat eigenlijk een beetje een arme grond kent. En die ontzettend veel hel zagen in de aardappel. Die kan goed groeien op arme grond en die werd dus ook op grote schaal aangeplant. Het probleem was alleen dat. Die aardappel die werd aangeplant, u weet dat wel, als u wel eens een aardappel heeft geplant, u gaat daar niet zaadjes van zaaien, nee, u maakt eigenlijk padjes van een aardappel en die plant u. En op die manier heb je eigenlijk wat je dan noemt vegetatieve vermeerdering. Je maakt eigenlijk klonen van de aardappel die je al hebt. En dan krijg je zorg je er ook voor dat het altijd dezelfde aardappel is die je aan het kweken bent. Maar klonale vermeerdering, vegetatieve vermeerdering, is zeer gevaarlijk voor de plant. Want het kan zich eigenlijk dan niet goed wapenen tegen virale aanvallen of schimmelaanvallen of ga zo maar door. En dat is ook precies wat er gebeurde tussen 1845 en 1850. Er kwam de waterschimmel op, de phytophthora. En die eigenlijk een hele korte tijd werd, werden alle, alle aardappeloogsten uh, storten in. En er brak een enorme armoede uit. Uh, mensen zijn uiteindelijk ook gevlucht naar Amerika toe. En is dat eigenlijk bekend als de Irish Potato Famine. Daarnaast ziet u de banaan, daar is een soort verhaal uh, over te vertellen. U kent misschien wel de Panama-ziekte. Die ziekte heeft niet zo heel erg gek veel te maken met Panama. Maar dat is wederom een soort waterschimmel die de banaan aantastte. En dat is ook gebeurd in het verleden. We zagen aan het begin van de 20 e eeuw dat de bananen die werden uh, gebruikt, de, de zogenaamde dessertbanaan, de banaan die op grote wereld wereldwijde schaal werd verhandeld. Uh, die werd aangetast door, een, door die waterschimmel, door die Panama-ziekte. En je zag wederom zag je enorme oogsten eigenlijk vernietigd raken. En die hele wereldhandel in die bananenvariëteit, die stortte in. Want vandaag de dag hebben wij de Cavendish banaan als dessertbanaan. Maar daarvoor hadden we de Gros Michel, of zoals de Amerikanen zeiden, de Big Mike. En die Gros Michel die werd getroffen door, dat, door die ziekte en daardoor stortte dus de wereldhandel in. En daar komt ook het liedje vandaan, Ik heb geen bananen vandaag. Dat is een, eigenlijk een Amerikaans liedje, I have no bananas today. Waarom had die groente-fruitboer geen bananen? Omdat dus de bananenhandel eigenlijk in was gestort door die ziekte. En je ziet dat vandaag de dag nog steeds ook de nieuwe Cavendish die we hebben, wat die eigenlijk uh, resistent bleek tegen deze ziekte, ja, die ziekte die staat niet stil, ook die muteert verder. We hebben dat nu allemaal geleerd met corona, dat ook een covid-virusziekte, ook die muteert verder. Um, dus die Cavendish die is niet veiliggesteld voor de rest van de, van de toekomst. Er moet ke elke keer moet er opnieuw moet er werk worden verricht om die bananen zo goed mogelijk te wapenen tegen dit soort ziektes. Dat is ook het gevaar, eigenlijk de leme voet van een monocultuur. Want ook bij die banaan is het zo dat je die vegetatief vermeerdert, je maakt er klonen van. Er is een keer een bioloog geweest die zei: als je een kloon maakt van iets, dan is het voor een ziekte heel makkelijk om een populatie plat te leggen. Want een kloon is eigenlijk, moet je vergelijken, als je heel veel kloon hebt, moet je dat vergelijken met een enorme uh, muur aan kluisjes, met allemaal hetzelfde cijferslot op de kluisjes. Dus een ziekte hoeft maar één keer in te breken in zo'n kluisje en hij kan alle kluisjes openen. Dat is het gevaar als je monoculturen verbouwt. Maar wij mensen houden vaak van monocultuur, omdat je dan dezelfde banaan krijgt elke keer, of dezelfde aardappel krijgt de hele tijd. Nou is er nog een andere, en ziekte is misschien een beetje een groot woord, er is nog een andere aandoening misschien, die hier onze aandacht vraagt. Want wat je zag bij die banaan, maar wat je ook zag in dat fictieve boek over de dood van gras, is dat um, er vaak eigenlijk niet zo heel erg gek veel aandacht is voor planten. We leiden, en dat is eigenlijk een term die is geopperd door twee Amerikanen, James Wanderzee en Elizabeth Schussler. Dat zijn twee botanici, maar ook uh, uh, pedagogen. En die zagen op een gegeven moment van, hé, hey, wat vreemd is het nou eigenlijk dat we vaak niet zoveel aandacht hebben voor planten? We hebben eigenlijk veel meer aandacht voor dieren. En dat kan je heel goed zien aan deze foto, onder andere. Dan kan je dat op heel veel manieren kan je dat laten zien. Maar als je die foto ziet. En deze lezing gaat misschien over planten, dus misschien ging u al kijken naar in wat voor boom die lag. Een haak- en steekacia. Maar toch, je ziet dat als het ware als een bijna een magneet, dat je blik wordt gegrepen door die Afrikaanse luipaard die daar ligt. Die James Wanderzee en Elizabeth Schuster die vroegen zich af van hoe kan het nou dat we eigenlijk planten behandelen als een soort tweede-rangs, derde-rangs burgers in, eh, op aarde. We hebben veel meer aandacht, vooral voor onszelf natuurlijk, maar ook veel meer aandacht voor dieren. Maar nog veel minder aandacht eigenlijk voor planten, terwijl planten zo ontzettend belangrijk zijn. Nou, ik zal zo dat nog even verder wat illustreren, maar in ieder geval hier zie je natuurlijk inderdaad die luipaard. En het is op zich misschien ook al helemaal niet zo gek dat onze blik wordt gericht op die luipaard. Je kan je voorstellen dat als er andere organismen in die boom zouden zitten, dat die misschien hun blik op iets anders zouden laten vallen. Je hebt bijvoorbeeld peulkevers, die zouden veel meer kijken naar de peulen die in die boom hangen. Of denk aan een bladluis, die zal veel meer geïnteresseerd zijn in het blad. Wij zijn geïnteresseerd in die gevaarlijke carnivoor en misschien maar goed ook, want nou ja, de mensen die daar geen aandacht voor hadden in ons evolutionaire ontstaansgeschiedenis, dat zijn niet onze voorouders geworden. Dus het is misschien maar goed ook dat we onze blik wenden op het dier, maar daarmee vergeten we af en toe de plant. En het rare is als je door de geschiedenis heen gaat kijken, dan zie je dat um, eigenlijk die miskenning van het plantenrijk dat die veelvuldiger op, eigenlijk op allerlei verschillende manieren voorkomt. En dit is een mooi voorbeeld van Paleolithische grottekunst. Ik heb zelf nog even archeologie gestudeerd in een steeds grijzer wordend verleden. En als je, merkt, als je kijkt naar die Paleolithische kunst, dan is het heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Je kan misschien zelfs wel vragen: is het kunst? Ik bedoel, wij vinden het kunst. Misschien vonden ze destijds ook al kunst. Maar het is moeilijk na te gaan. Het zijn prachtige schilderingen. Maar wat je wel opvalt aan die schilderingen. is dat het eigenlijk altijd afbeeldingen zijn van dieren. Je ziet de oeros, je ziet daar de holenbeer. Eigenlijk zijn er maar een handjevol afbeeldingen waarvan men niet eens eigenlijk zeker weet dat het planten betreft. Dat is vreemd, want waarom geen planten afbeelden? Is dat diezelfde plantenblindheid? Is dat een andere reden? In ieder geval is er een grote afwezigheid. Dan gaan we een hele enorme sprong vooruit in de tijd, maar ook als je kijkt naar de religies, dit is dan even een afbeelding van de Ark van Noach, die natuurlijk in het Oude Testament voorkomt, en ik heb hier een mooi tegelwandje afgebeeld, even om te illustreren, ook in... Dit zijn dan de monotheistische religies. Is er op een bepaalde manier een soort gekke verhouding tot de plant, alsof de plant niet echt leeft of een beetje een soort tussen leven en niet leven inhangt. Als je het verhaal herinnert van de ark van Noach, dan, hè, dan is de gedachte dat de beste man een waarschuwing krijgt, een ark gaat bouwen en vervolgens daar de levende dingen in verzamelt. Twee aan twee gaan de dieren die ark in. Van de veedieren mag hij er iets meer meenemen, maar twee aan twee gaan die dieren de ark in. De wereld overspoelt en dan uiteindelijk trekt het water zich weer terug. Maar waar zijn de planten? Je kan natuurlijk ook vragen waar zijn de eenden, waar zijn de vissen, maar ik bedoel, waar zijn de planten? Moeten die niet ook op die ark mee? Of zijn die ja, niet echt onderdeel van de levende natuur? Tegelijkertijd leer je aan het einde van het verhaal dat op het moment dat men wil weten of het water zich aan het terugtrekken is, dat er een duif wordt uitgestuurd en die komt terug met een takje. Wat dan weer een teken is dat het leven is teruggekeerd. Dus er is een soort van gekke verhouding tot... Die plant, leeft hier nou? Leeft hij nou niet? Hetzelfde zie je in de islamitische kunst. In de islamitische kunst geldt een belangrijke regel, het aniconisme. En dat is eigenlijk de regel, wordt trouwens ook door de uh, joden gehandhaafd, dat je geen levende wezens mag afbeelden. Het opmerkelijke is echter dat in de afbeeldingen die ze wel gebruiken, planten wel mogen worden afgebeeld. Vaak wel abstract, maar ze mogen wel worden afgebeeld. De, de arabesken, van die mooie bloemmotieven, dat mag wel. Daarin zie je die vreemde verhouding tot planten, alsof ze er toch niet helemaal bij horen. Niet zoals de dieren erbij horen. En ook in de filosofie, misschien nog wel veel belangrijker dan in de religie, zie je dat er een invloedrijke denkdogma is, die zeker al meer dan 2000 jaar oud is, dat planten ergens onderaan de natuurlijke orde bungelen. Dat danken we mede aan meneer Aristoteles. Hij nou, heeft Aristoteles ontzettend veel betekend voor de biologische wetenschap. Enorm invloedrijk denker, maar hij had een belangrijke gedachte die enorm verrijkt krijgen qua invloed, eigenlijk tot aan de, vandaag de dag. Als we vandaag de dag bijvoorbeeld spreken dat iemand een kasplantje is geworden, dat hij zijn motorische en mentale functies is verloren, dan is dat een verwijzing naar Aristoteles. Aristoteles was in de veronderstelling dat wij mensen eigenlijk drie zielen in onze borst hadden. Ik heb het een beetje afgebeeld, een beetje gek plaatje. Uh, van die Carolus uh, uh, bo, uh, bovilus. Dat, dat is een beetje gek, want je ziet daar staan op de onderste trede est. De dingen die zijn, en dan zie je dat de mineralen, het mineralenrijk, die zijn alleen maar. Die leven niet, maar die zijn alleen maar. Dan heb je de levende laag. Dan krijg je de, de planten. Dan krijg je de sensitieve laag. Dat zijn eigenlijk dus de, de dieren. Die hebben dus niet alleen zijn ze, niet alleen hebben ze leven, maar ze zijn ook ze zijn sensitief. In de zin van ze kunnen uh, zintuigelijke waarneming hebben, ze kunnen bewegen. En dan daarbovenop natuurlijk als kerst op de taart de mens die ook nog daarnaast intelligentie heeft. Dus wij hebben drie zielen, dragen we bij ons, waaronder dus die vegetatieve, de dierlijke en uiteindelijk dan de menselijke ziel. Als het ware als een soort van taartverdiepingen uh, 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 moet je dat voorstellen. Dat heeft heel lang, en eh, sterker nog, het, eh, ik denk dat het nog steeds van invloed is. Het is heel moeilijk om dieren en planten op eenzelfde tree te zetten. Er is helemaal geen reden om te zeggen dat planten minder complex zijn dan dieren. Maar het is heel moeilijk om op dezelfde treden te plaatsen. Als je een huisplant hebt en je hebt een huiskat, dan is het moeilijk om die gelijk te behandelen. Dat doe je eigenlijk niet. Daaraan zie je volgens mij die invloed. En ik vond dat heel illustratief naar voren komen. Dit is eigenlijk alweer twee zomers geleden. In 2019 hadden we een hele warme zomer. En toen waren heel veel tuinen verdroogd. Het was een uh, verfbedrijf en die had een uh, uh, gat in de markt gevonden. Die zou langskomen en die zouden jouw hele tuin weer groen spuiten. Voor een, nou, een flink bedrag, maar... En ik, ik wist eigenlijk helemaal niet dat dat gebeurde, maar dit gebeurt op hele grote schaal. Bijvoorbeeld Disneyland Parijs en Disneyland doet het ook. Want dan heb je altijd een mooie groene gazon om op te liggen. Dus dat heeft een mooi esthetisch effect. Maar het is zo'n miskenning. Hier zie je echt volgens mij die plantenblindheid. Dat je dus denkt eigenlijk alleen maar die plant is een soort decorstuk. En dan kan ik gewoon de verfbus ophouden en dan kan ik een groen spuiten. Alsof dat groen geen betekenis heeft. He, eigenlijk een totale miskenning van wat die plant is. In dit geval zie je dan wat gras. Maar de groene kleur van planten is natuurlijk van, van groot belang. Waarom is de wereld zo groen? Dat heeft natuurlijk alles te maken met een proces wat we fotosynthese noemen. Daar ga ik nu een klein beetje over vertellen, want dat vind ik wel aardig, het is een grote weerlegging van wat die, van zo'n verfbedrijf eigenlijk van plan is. He, en ik heb dat genoemd, fytocène, autotrofie en fotosynthese. Twee wat rare woorden, autotrofie zal ik even toelichten. Dat betekent planten zijn nou, op wat, op wat uh, 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 uitzonderingen na, zijn planten de enige levende organismen die van de anorganische natuur kunnen leven. Eigenlijk dus geen levende natuur tot zich hoeven nemen. Je hebt vleesetende planten die dat wel doen. Dat is een aparte categorie. Maar in feite kunnen planten zelfstandig leven. Ze hebben niet zo heel erg gek veel nodig. Wij daarentegen, wij mensen en ook de dieren, zijn hetotroof. Wij moeten ons voeden met organische natuur. We moeten ook planten eten, dieren eten, om in leven te kunnen blijven. En dat hoeft die plant niet. En dat is natuurlijk de grote. Reden ook eigenlijk om te zeggen, we leven in het fytoseen. We leven in de schaduw van het blad. Alleen maar omdat het planten is, zijn wij er ook. Maar ook daar weer zie je dat dat denken heeft zich op een wat gekke manier uh, ontwikkeld. Heel lang heeft men gedacht, en dan praat je echt over een flinke tijd. Uh, ik heb hier een plaatje van Plato en van Francis Bacon. Die liggen nogal ver uit elkaar. Ik heb de namen niet bijgezet, maar Plato en Bacon... Plato schrijft op een gegeven moment in de Timaeus, een van zijn dialogen, schrijft hij: de mens is als een omgekeerde plant met zijn wortels in de hemel. Een beetje een cryptische, vreemde opmerking. Maar we zien hem vervolgens in de 16e eeuw terug bij meneer Francis Bacon, de grote man van de verlichting, die ook schrijft. En dan heb je hebt verschillende versies, maar Homo est planta inversa. Een mens is een omgekeerde plant. Wat wordt daarmee bedoeld? Er was een soort gedachte dat. En dan moet ik eigenlijk zeggen, de mens is niet alleen een omgekeerde plant, maar ook een, binnenste buitenge, of een binnenst, naar binnen gekeerde plant. Het was gebruikelijk om ons metabolisme bijvoorbeeld te duiden als interne wortelstructuren. En de wortelstructuren als externe, van planten als externe wortelstructuren. En men dacht dus eigenlijk van ja, de plant zit met zijn mond in de grond. Hij eet aarde. En wij zitten met onze mond nou ja, naar boven toe gericht en eten hier. En, en het was dus een gedachte dat planten zouden grond eten. En dat is ook niet, zo, misschien niet eens zo vreemd om te denken, want planten hebben natuurlijk een enorme wortelstructuur. En die wortelstructuur is om de plant stabiliteit te geven, water op te nemen. Maar ook, dacht men, om van te eten. Men dacht dan ook vaak dat als er dan een klimop bijvoorbeeld ergens in de boom zat, dat is dan een parasitaire plant. Want die hebben wortels op de boom. Gaat nog goed? Ja hoor, oké. Okay. Daar is eigenlijk pas verandering in gekomen. En eigenlijk de eerste keer dat daar verandering in komt, is als er een Vlaams arts is, een Vlaams arts en alchemist. Dus Er komen nu een paar namen voorbij die u misschien niet kent, maar het zijn hele boeiende, interessante figuren. Jan van Helmond heeft eigenlijk voor het eerst een soort proef bedacht om te kijken, eten planten nou inderdaad aarde. En daar had hij eigenlijk een hele makkelijke proef voor, die we gewoon thuis zou kunnen uitvoeren. Haal een grote aardewerkerpot, daar deed hij 90 kilo aarde in. En vervolgens zet hij daar een willig in, van een aantal kilo. Die heeft hij Vijf jaar lang heeft hij die wilg alleen maar water gegeven. Wat je ziet natuurlijk gebeuren, die wilg die groeit, die groeit, die groeit, die groeit. Aan het eind van de rit heeft hij weegkundig vastgesteld... oké, okay, we gaan nou die plant weer uitgraven. We wegen de aarde, dat was aan het begin 90 kilo. We wegen de, 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 de wilg, die was inmiddels flink wat zwaarder geworden. En hij had er alleen water aan toegevoegd. En wat merkte hij? Nou, die aarde was eigenlijk helemaal niet afgenomen in gewicht. Die was maar twee ons was hij daaruit kwijt. Hoe kan nou twee ons in verhouding staan tot kilo's en kilo's en kilo's wilg die daarbij komen? Zijn gedachte was, en dat is misschien ook niet zo vreemd om te denken, dat moet dat water zijn. Planten eten water. Een beetje een gekke gedachte, want er zitten niet zo heel erg veel voedingsstoffen in, maar planten eten water. Dat was zijn gedachte. Vervolgens krijgen we een andere meneer uit Breda, Jan Ingenhuis, een heel interessant figuur, een arts, botanicus, veel veel uitvindingen gedaan en hield zich heel erg veel bezig met de samenstelling van lucht. Hij leeft nog een beetje voor Priestley, die uiteindelijk de, de naam zuurstof bedenkt, uh, maar hij deed al heel veel experimenten. En wat merkte hij nou als hij had een plant in grote glazen wekpotten onder water? En dan zag hij als daar als de zon op scheen, en de eerste keer dat het gebeurt is eigenlijk een beetje per ongeluk, hij, heeft, hij is aan het studeren, hij heeft de gordijnen dicht, zeg maar, zeggen. hij is aan het studeren, hij uh, wil geen, blijkbaar geen invloed van buiten, maar er komt een lichtstraal naar binnen en die schijnt op die wekpot. En dan ziet hij daar belletjes op ontstaan. En hij vraagt zich natuurlijk meteen af, wat, waar, waar komen die belletjes vandaan? Wat is die plant aan het doen? Nou, die belletjes gaat hij op een gegeven moment via experimentele opstellingen gaat hij dat vangen. En dan merkt hij, hey, die lucht is heel erg licht ontvlambaar. En die lucht, als ik dat bijvoorbeeld als ik een plantje stop met een diertje onder een grote wek, dan zie ik dat dat diertje in leven blijft. Terwijl als ik dat plantje weghaal, dan gaat dat diertje heel snel dood. Op een bepaalde manier dacht hij, die plant die zorgt eigenlijk voor dat de lucht gezond wordt. En er is een essay wat hij daarover schrijft, dat heet dan ook Experiments upon vegetables discovering their great power of purifying common air in the sunshine and of injuring it in the shade and at night. Zeer interessant, ook die tweedeling. Die tweedeling dit komt uiteindelijk als ze fotosynthese echt gaan ontrafelen, komt dat ook nog terug. We denken wel eens planten produceren zuurstof. Wat fijn van die planten. Maar planten gebruiken ook zuurstof. Alleen het netto-effect is dat ze meer zuurstof, of minder zuurstof verbruiken dan dat ze uiteindelijk uitstoten. Maar planten gebruiken wel degelijk ook zuurstof. Wat die ontdekte in ieder geval was: ja, ze purify the air. Dat is, ze maken de lucht weer gezond. Dit is eigenlijk een eerste stap richting het ontrafelen van dat proces van fotosynthese. Alleen wat hij niet kon begrijpen is waar komt toch de koolstof? He, als te dat als een briketje gezien of een uh, 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 houtskool, waar komt die kool vandaan? Hij dacht uit de lucht, maar hoe kunnen we dat ons voorstellen? Nou, dat is eigenlijk pas ontcijferd op het moment dat men echt nauwkeuriger kan gaan kijken met microscopen in de plant. Dan moet je denken aan manieren als zenebier en de saussure. Die gaan eigenlijk veel dieper in die plantencel doordringen en komen natuurlijk op deze bolletjes dan, de zogenaamde bladgroenkorrels of chloroplasten. En je moet je voorstellen dat deze bladgroenkorrels, die in elke groene plant aanwezig zijn, dat zijn hele kleine fabriekjes, eigenlijk laboratoria, waar een chemisch proces plaatsvindt. Er komt zonlicht binnen, er komen fotonen binnen, en die fotonen. Die komen eigenlijk samen. Het is, ik ga dat niet helemaal chemisch voor u uitleggen, want ik ben geen chemicus. Dus dat kan ik ook helemaal niet zo goed. Maar in ieder geval, de een plant neemt water op. Door de huidmondjes in de bladen. Die bent ook pas later ontdekt, want daar moet je een microscoop voor hebben. Nemen ze koolstofdioxide op uit de lucht. Die koolstofdioxide samen met dat water. En daar zitten ook wat mineralen bij die zeer belangrijk zijn. Zoals magnesium, fosfor, stikstof. Belangrijke stoffen ook voor dat fotosyntheseproces. Vooral magnesium is daar heel belangrijk. Wat zie je gebeuren? In die kleine bladgroenkorrels. En dan zie je van die muntjes opeengestapeld, die vangen fotonen op. En die fotonen worden vervolgens gebruikt om water te scheiden. De waterstof te scheiden van de olie die erin zit, de zuurstof. De zuurstof is het afvalproduct wat wordt uitgewazemd. Dat is op zich grappig om te bedenken. De zuurstof die we ademen is een afvalproduct van het fotosyntheseproces. En vervolgens wordt. De, kost, eigenlijk de, de, de elektronen die loskomen van het water, die worden vermengd met, het, met de koolstofdioxide om uiteindelijk glucose te maken, suikers, maar ook nou ja, van alles en nog wat aan plantenstoffen, waar uh, die plant uiteindelijk uit ja, is opgebouwd. Een zeer, zeer ingenieus proces. Men heeft wel ontdekt dat het niet super effectief is. Maar ja, hoeveel effectiever moet je zijn? De zon die schijnt voor een heel groot deel van de tijd. Dus die planten die, die hebben er goed garen bij gesponnen bij hun ineffectieve uh, fabriekjes. Ook ineffectief is misschien wat gek om te zeggen, want als, jij, als wij de grootte hebben, zouden hebben van een atoom en we zouden zo'n chloroplast binnenkomen, dan is dat een immense fabriek. Uh, waar erop. Immense schaal dus uh, deze energie wordt gewonnen. Eigenlijk de elektromagnetische energie van de zon wordt omgezet in een chemische energie. En dit is dan natuurlijk ook precies de reden dat planten in staat zijn om organische materie te maken, organische weefsels te maken, die uiteindelijk weer kunnen worden gegeten door wij als heterotrofen. En er is nog iets heel raars aan die chloroplast. Namelijk dat is op een gegeven moment ontdekt. Er zijn verschillende manieren bij, en, en trouwens ook één mevrouw, bij uh, betrokken geweest. Dat begint met een Duitser, die niet zo heel erg oud is geworden, meneer Schimper. En die Schimper die had een beetje een soort mijmering in een artikel geplaatst. Hij had ook het woord chloroplast gemunt, een bladgroenkorrel. En hij had op een gegeven moment in een artikel een soort mijmering dat hij zei, als die chloroplasten zich nou vermenigvuldigen zonder dat ze eigenlijk uit het cytoplasma van de plant voortkomen, dan moeten we hier praten over een symbiose. Dan hebben we het eigenlijk over twee organismen. Niet over uh, bladgroenkorrels, als het ware zoals wij een, een, een lever zouden hebben, of, of een nier of wat ook. Die gedachte wordt verder uitgewerkt door een, uh, door een Rus. Uh, ik ga even de naam oplezen, Mereskovic, uh, nou, Dat ga ik niet eens proberen nog een keer uit te spreken. Een hele boeiende meneer wel. Die heeft eigenlijk deze gedachte van Schimper uitgebouwd en voor het eerst de gedachte aan endosymbiose geopperd. De gedachte dat er dus een, een, een interne symbiose is van. Uh, een soort organisme wat leeft in een ander organisme, als een soort baboeska. En dan zegt hij ook, heeft een heel grappig stukje, zegt hij op een gegeven moment: Stel je net een palmboom en een leeuw. Wat is daar nou het verschil tussen? Die palmboom, die bladeren zitten vol met bladgroenkorrels. En die leeuw die moet op zoek, die moet roven, die moet, die moet een, uh, een, een, een prooi zien te vangen en die opeten. En stel dat je nou die leeuw vol zou stoppen met chloroplasten. Wat zou hij dan? dan? zou hij meteen gaan liggen. En dat doen ze natuurlijk ook überhaupt wel graag. Maar dan zou hij meteen gaan liggen. En dan zou hij nooit meer interesse hebben in zo'n prooidier najagen. Dus zo'n interne symbiose, zo'n groot effect op hoe jij leeft. Die palmboom kan daar zo vredig en rustig staan in de zon. Omdat hij eigenlijk zijn hele metabolisme al uh, klaar heeft. Hij hoeft alleen maar zonlicht te ontvangen. En dat is voldoende. En Lynn Margulis, de, de dame die hier naar komt kijken, die heeft deze gedachte eigenlijk echt wetenschappelijk. Uh, houdbaar gemaakt. Die heeft, het, uh, die heeft er echt een theorie van gemaakt. Heeft ook aangetoond dat onze mitochondriën in onze cellen. En eigenlijk nog veel meer organellen die we in onze cellen tegenkomen. Maar ook in de cellen van planten, dus. Dat dat eigenlijk incorporeringen zijn geweest van andere loszwevende organismen. Een zeer, zeer revolutionaire gedachte. En uh, haar verdienste is dat ze dat eigenlijk wetenschappelijk heeft aangetoond en vastgelegd. En dat brengt ons ook meteen met een bruggetje naar. Het deel waar we nu heen gaan. Nou, en de, beginnen we met de cyanobacterie. De cyanobacterie, of de blauwalg, die we, die we kennen, als we, dan mogen we af en toe niet zwemmen, dan is er een blauwalg. Die cyanobacterie is het eerste organisme die, dus zo'n chloroplast heeft opgeslokt, als het ware. Maar niet heeft verteerd, maar die is gaan leven in symbiose met de cyanobacterie. En dat is eigenlijk het begin geweest, en dan praten we over zo'n 3,5 miljard jaar geleden, ongeveer nabij, uh, dat dat is gebeurd. En dat. Dan begint er echt een hele grote verandering op te treden. Die opname blijkt ontzettend succesvol. Die cyanobacteriën vermeerderen zich. Er komen veel meer wierachtige, de rode wieren, uiteindelijk de bruine wieren en ook de groene wieren. Dat zijn de voorouders van al onze landplanten. En die hebben een enorme invloed gehad op de samenstelling van de atmosfeer. Dat wij vandaag de dag op een zuurstofrijke aarde leven. Sterker nog, dat wij als we... Naar die ruimtefoto's kijken van de aarde, dat we daar een blauwe groene bal zien, is te danken aan dit ene per ongelukkige proces, of het ene per ongelukkige gebeurtenis. Die dus ontzettend lang geleden is gebeurd. En ontzettend gevaarlijk was voor het leven op aarde ook. Dat vergeet men nog wel. Zuurstof is een giftig goedje, zeker voor klein microscopisch leven. Zeer giftig. Dus het leven op aarde gaat er bijna onderdoor. Maar dan komen er op een gegeven moment organismen op die kunnen tegen zuurstof. Sterker nog, die hebben het nodig om te kunnen overleven. En dat brengt mij tot eigenlijk wat je zou kunnen noemen het begin van het vitoseen. De verovering van de plant op het land. Um, ik ga daar natuurlijk hingstafsprong doorheen. Daar is ontzettend veel over te vertellen. Dit is een gebied wat ze de paleobotanie noemen. Dus er is veel over te vertellen, maar ik ga er even in. Nou, wat ik al zei, hingstafsprong doorheen. We beginnen helemaal aan het begin... De eerste landplanten die we eigenlijk vinden op het aardoppervlak, op het droge, die vinden we in een tijdperk wat we het Siluur noemen. En het is heel moeilijk om te bedenken, want we weten het namelijk ook gewoon niet, hoe die eerste landplanten eruit zagen. Er is wel een gedachte dat het in ieder geval groenwieren moeten zijn geweest, en dat het mogelijk erbij zelfs eencellige groenwieren moeten zijn geweest, dus eencellige algen. Die staan aan het begin van, nou ja, hè, de, de Hyacinthe in uw tuin en de enorme reuzenmammutboom in Californië. Hoe die precies eruit hebben gezien is lastig te reconstrueren. Maar we hebben wel een aantal fossielen. Uh, dit is wel een fossiel van wat later. Dit is de zogenaamde Cookshiona. Die vind je in verschillende aardlagen over wereldwijd. Maar de bekendste zijn gevonden in de jaren 60 van de vorige eeuw uh, in Engeland. En de Cookshiona is eigenlijk al een, je kan het al bijna een plantje noemen. Het heeft nog geen blad, het heeft nog geen wortel, het heeft nog heel veel van de eigenschappen die we vandaag de dag aan planten toekennen, heeft het nog niet. Maar het is een soort stengel die min of meer rechtop staat. Um, en die min of meer zich soort geworteld heeft met een soort proto-wortel in de grond. En die een soort sporenkapseltje maakt. Um, het is een plant. En het aardige daaraan is dat je ook kan zien: als je uit het water komt, kom je heel veel hindernissen tegen. Die je moet overwinnen. Daarom is het misschien ook wel begrijpelijk dat we is begonnen met de groenwieren. De bruine wieren en de rode wieren die kennen we als de grote zeewieren. Een hele andere uh, anatomie dan de landplanten. Maar die groenwieren zijn dus vrij klein begonnen. Maar die moesten allerlei hindernissen overtreffen. Ze moesten bijvoorbeeld tegen uitdroging. Ze moesten een oplossing bedenken um, om een soort watertransport te hebben. Ze moesten überhaupt water in de buurt te hebben. Om op te zuigen, maar ook een soort van vatenstelsel creëren. om dat water te verspreiden door het lichaam heen. Uh, ze moesten zich beschermen tegen UV-licht. Ze moesten dus een soort ja, huid bijna krijgen. die hen beschermde tegen die schadelijke invloed van UV-licht. En zo zijn er allerlei tal van hindernissen. die die plant moet overkomen. En tegelijkertijd zie je ook dat ze. min of meer hun erfenis van het water nog steeds laten zien. Hè, dit is een goed voorbeeld, dit is een levend voorbeeld. Die, ik zei al even die vroege landbanten, weten niet hoe ze eruit zagen, maar we weten wel dat ze mogelijk hebben geleken in ieder geval op, um, uh, op wat we tegenwoordig de briofieten noemen. Dus de, de mossen, de levermossen, de houmossen. Dit is een levermosje, een parapluutjesmos, die kun je, ook, kun je ook hier in Nederland vinden. En het grappige is, die vind je op natte plekken. Daaraan zie je die erfenis van het water. Ze moeten bij vocht in de buurt zijn. En dan vervolgens me ook nog eens een keer bedenken, is dit nou eigenlijk echt een plantje? Bijna niet. Het is maar één laag met cellen die een soort op een blad lijkt, maar het is eigenlijk helemaal niet eens een blad. Ze noemen het een tallus, een bladlop. Um, die verspreidt zich en die leven dus als een heel dun filmpje eigenlijk op de aarde. Uh, ...hebben ook niet eens echt een vaatstructuur, ze hebben een soort buizenstelseltjes wel... ...die verschillende cellen met elkaar verbinden, waardoor er een soort watertransport is... ...maar er is nog helemaal niet een vaatstructuur zoals je dat kan aantreffen in nou, een blad bijvoorbeeld. Als je een blad tegen de zon houdt, dan zie je heel duidelijk die nervatuur lopen... ...dat is het vatenstelsel eigenlijk, waarmee de plant de water door zijn, door zijn hele lichaam transporteert. Dat heeft deze plant nog niet. En deze plant heeft een hele primitieve vorm van voorplanting. Het wordt parapluutjespros genoemd, omdat... Je ziet dan af en toe van die schoorsteentjes erop komen. En één schoorsteentje, dat lijkt een beetje naar een parapluutje met van die baleinen. En de andere lijkt op een meer een, uh, ja, een soort van, een, een, beetje, een beetje een hoekig um, of een lobbig, uh, 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 ja wat is het, een soort plaatjeachtig achtig iets. Dat meer hoekige, dat is, daar zitten de mannelijke zaadcellen in. En dat parapluutje, daar zitten de vrouwelijke ijcellen in. En wat je dan ziet, en daar zie je weer die erfenis van het water... Die zaadcellen komen los, maar die hebben een hele dunne film van water nodig om zich doorvoor te bewegen. Die zaadcellen zijn voorzien van twee zweephaartjes waarmee ze zich door het water heen verplaatsen. En de eicellen die hebben een soort chemische, uh, die, die een soort uh, chemische stof uit waarmee ze als het ware uh, 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 aan die zaadcellen signaleren: ik ben hier. Nou, die zetten uiteindelijk omhoog tot ze bij die eicellen komen en dan geschiet daar uh, de voortplanting. Ja, eenzelfde oude plant, een groep die, of een groep planten die vrij vroeg al in de evolutie van landplanten opkomt, zijn de varens. Ik heb hier een adelaarsvaren en een koningsvaren afgebeeld. Uh, wat je vaak natuurlijk ziet bij varens, en zeker als je ze omdraait en je kijkt naar de achterkant van het blad, is dat je zogenaamde fertile en steriele bladeren hebt. De fertile bladeren, daar vind je een soort roestvlekjes op. Bij de koningsvaren zie je dat dat eigenlijk aan de top zit van zo'n blad. Het is een beetje roestig bruin. En die roestvlekjes... Dat zijn de sporenhoopjes, noem je dat. Dus als je dat onder een microscoop zou bekijken, dan zie je dat dat een sporenhoopje is, die weer bestaat uit allemaal verschillende kleine sporendoosjes. En ook hier bij die varen zie je weer, hoewel die varen alweer wat meer gewend is om op het land te leven. Je kan zien vaak dat varens wat meer de lucht in kunnen. Ze hebben wat meer houtachtige vezels, waardoor ze ook rechtop kunnen blijven staan. Ze hebben een vaatstructuur, ze behoren tot de vaatplanten, dus ze hebben een soort intern gekanaliseerde uh, uh, nervatuur die water verspreidt door de plant heen. Maar ze hebben dus nog wel deze afhankelijkheid van water. Want die sporen, nou ja, ik zal, ik zal het uitleggen, die, die, die sporendoosjes zijn hele kleine uh, orgaantjes waar een klein ringetje omheen zit, de zogenaamde annulus. Dat is een ringetje van cellen die bij droogte intrekken. Als ze intrekken, dan breekt het sporenkapseltje het doosje breed open. Daar komen de sporen uit. Die zijn minuscuul klein. Nou ja, die waaien weg. Die kunnen door luchtstromen worden meegenomen. Als ze op een gegeven moment landen op een vochtige plaats, dan gaan ze een heel kleine, wat ze noemen een voorkiem, maken. een beetje een hartvormig blaadje. Ik heb hier wat uh, microscopische uh, uh, slides. Dan kan je dat ook zien. Het is dus een beetje een hartvormig blaadje met wat ze dan noemen rhizoforen, een soort van pro uh, proto-wortelachtige structuur. En daarop komen het mannelijke en het vrouwelijke geslachtsorgaan. En dan heb je eigenlijk weer hetzelfde als bij dat parapluutjesmos. Er is wederom een soort zaadcel die zich voorbeweegt met zweephaartjes door het water heen. om uiteindelijk bij de vrouwelijke eicel uit te komen. Bevrucht hij die, dan krijg je de eerste varenslip. als het eerste varenblad wat zich uitrolt. en dan krijg je weer die hele varen. En dan beginnen we weer helemaal van vooraf aan. Ja, dan vervolgens zie je dat nou ja, met de opkomst van de varens, dan zie je op een gegeven moment ook dat verschillende planten uh, steeds beter worden om echt die hoogte in te gaan. En ook een stof krijgen, lignine uh, en later ook xyleem waarbij ze nog beter eigenlijk erect kunnen staan en nog veel hoger kunnen worden. Je ziet eigenlijk een soort boomvorming, al is het een beetje gek om in dit geval te spreken van bomen. Het zijn niet bomen zoals wij die hebben met jaringen of wat ook, of met een bast. Maar het zijn wel planten die de hoogte krijgen van bomen. Je krijgt dan de zogenaamde wolfsklauwachtige, daar heb je er nu nog steeds een paar veel kleinere plantjes van, die enorme hoogtes gaan bereiken. En je krijgt ook enorme varens en je krijgt ook enorme paardenstaarten, wat we tegenwoordig als heermoes nog als onkruidplant hebben. En je krijgt eigenlijk een enorme vegetatie op aarde. En het rare is, die vegetatie blijft op een bepaalde manier liggen. Het feit dat we hier spreken van het karboon, je zegt al carbon. Um, dat is eigenlijk de kolen die we natuurlijk uit de grond halen. Limburg staat er bekend om, de kolenmijnen. Dus dat zijn aardlagen van allerlei van vegetatie, die zijn omgevallen, doodgegaan. Maar er was niks om dat hout te verteren. Er is een hele lange tijd zijn er geen schimmels geweest die in staat waren om het hout af te breken. Doordat die er niet waren, bleef dat dus bewaard als gewoon een dik pakket onder de aarde. Die we dus uiteindelijk kunnen opgraven en die kunnen we dan vervolgens opstoken in de kachel. Uh, maar dat is dus omdat die schimmels nog niet in staat waren om die planten eigenlijk af te breken. Dat lignine, die, dat xyleem, dat, was, dat hout, dat was veel te uh, uh, ja, bestendig eigenlijk tegen afbraak. En je ziet in deze periode, dat zie je ook op die plaat, je ziet een enorme libellen. Je hebt nog maar weinig insecten in deze tijd. Je hebt libelles, je hebt uh, maar bijvoorbeeld ook duizendpoten. Uh, duizend De kakkerlakken komen op een gegeven moment ook op in deze periode. En het rare is, je vindt daar enorme fossielen van. Je hebt in deze tijd een soort gigantisme voor insecten. Dat komt door het enorme hoge zuurstofgehalte van de lucht. Dat zorgt ervoor, insecten hebben een beetje een vreemde soort van ademhaling aan de zijkant van hun lichaam, met, met buisjes. Um, en dat onze, zuurstofgehalte van de lucht zorgt ervoor dat insecten eigenlijk vrij klein moeten blijven. Ze kunnen niet zo heel goed, niet, omdat er gewoon niet genoeg zuurstof eigenlijk voorhanden is om, uh, om groter te worden en dus die ademhaling op een grotere schaal te, te creëren. Maar dat was in die tijd wel. Je vindt enorme libellen, je vindt enorme uh, uh, duizendpoten. Het is een hele vreemde wereld. Maar geen bloem, geen bij te zien. Um, en ik vind het altijd wel bijzonder. Ik heb wat, 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 wat fossielen uh, laten zien van een zegelboom en van een schubboom. En dat is ook van zijn reuzenpaardenstaart. En het aardige is: van deze uitgestorven soorten hebben we nog wel levende exemplaren. Maar die zijn allemaal heel erg klein geworden. Herenmoes wordt misschien maar zo hoog. En de wolfsklauwachtige, dat blijft eigenlijk hele kleine plantjes. Um, en ik vind het ook altijd wel bijzonder, ik las een essay van, dit is eigenlijk een beetje een, een zijroute, van George Orwell, die uh, op een gegeven moment uh, The Road to Wigan Pier heeft geschreven. Dan, dan verblijft hij een tijd lang bij uh, uh, mijn mijnwerkers en dan daalt hij met die mijnwerkers af in zo'n mijn. En ik had daar eigenlijk nooit echt een goed beeld van, van hoe, hoe dat uh, moest zijn geweest. Je weet natuurlijk, het is verschrikkelijk werk, maar. Hoe verschrikkelijk nou, dat is werkelijk waar onvoorstelbaar. Ik had bijvoorbeeld helemaal niet door dat, uh, ja, aan het begin als je die mijngang hebt gegraven, dan kan je, vrij uh, dicht bij de mijnschacht, kan je dat, dat kool gaan opgraven. Maar dat is natuurlijk op een gegeven moment op, dus dan moet je af en toe mijlen onder de grond, moet je kruipen om bij de, uh, bij de, bij de kooldispositie te komen om dat los te hakken. En het, de, de zwaarheid van het werk... En ik gewoon de enorme inspanning uh, die hem dat leefde. Hij zei zelf dat hij na één keer in zo'n mijn te hebben gewerkt, een volledige dag te hebben meegewerkt, dat hij twee weken lang rugpijn had, spierpijn had en ga zo maar door. Het is onvoorstelbaar hoe erg dat werk moet zijn geweest. Um, en hij zegt dan ook: hè, we hebben dus die propere wereld daarboven, die schone wereld daarboven, met de, de Engelse adel en ga zo maar door, omdat we die gitzwarte wereld beneden hebben. Ik vond dat een heel mooi beeld van die tegenstelling. Dat die de wereld houdt die propere wereld in stand eigenlijk. En vandaag de dag is dat natuurlijk op zich niet, niet anders. We hebben dan wel geen mijnen meer hier in, actieve mijnen meer hier in Nederland. Maar natuurlijk ergens op de wereld is dat nog steeds aan de orde van de dag. Dat was even een, een zijpaadje. Want ik moet namelijk naar de volgende belangrijke evolutionaire sprong eigenlijk die er wordt gedaan in het plantenrijk. Van een groep planten die inmiddels al lang zijn uitgestorven, de zogenaamde zaadvarens. En die hete zaadvarens, dat is eigenlijk een beetje een gekke naam, Dat zijn helemaal geen varens, maar... Um, zijn meer verwant aan wat we tegenwoordig de coniveren zouden noemen. Maar die zaadvaren zijn de eerste. En dat zie je ook een beetje aan die wat rommelige tekening daar. Daar zie je Aan de ene kant zie je dat daar de stijfmeelkorrels in een soort zakjes hangen aan het blad. En aan de andere kant zie je een naaktzaadje. Dat zijn de eerste zaden. En dat is een heel belangrijke stap geworden. Je zag tot, tot voor kort, of tot, tot die tijd, zag je dat alle planten eigenlijk nog steeds water nodig hadden voor hun voorplantingscyclus. zelfs die varen die tot zo hoog als een boom kan worden heeft nog steeds in het vroege stadium water nodig voor zijn voorplanting. bij die zaden zie je voor het eerst dat dat water niet meer nodig is. ze worden eigenlijk steeds beter om op het droge te leven. en hoewel deze hele tak is uitgestorven, die groeide ja, lang, lang, lang geleden in het carboon groeiden die ook hier in de buurt. Sterker nog, dit is een belangrijk deel van die carboonafzettingen. Van die, van die um, Dat is voor een deel die zaadvarend, maar die zijn inmiddels uitgestorven. Maar we hebben natuurlijk nu, vandaag de dag, wel degelijk zaadplanten: de naaktzadigen en de bedektzadigen. De naaktzadigen, de corniveren, maar de dennen, sparren, hebben inderdaad. Ja, een soort zaadje, en dat zijn misschien niet eens een goed voorbeeld van een zaadje, of van een naaktzadige, omdat er zit wel degelijk een vliesje omheen. Uh, al is dat wel grappig, als je zo'n zo dennenzaadje hebt, dat vliesje zit er niet helemaal omheen. Je kan het zaadje uit het vleugeltje, nou, pielen zeg maar, en dat weer terug erin stoppen. Dus het is wel degelijk een naaktzadige. Maar dan zie je dus inderdaad, dat je krijgt eigenlijk de mannelijke kegel, zie je daar, en de vrouwelijke kegel... En de mannelijke kegels, die, die hebben natuurlijk de stijfmeel wat ze, wat, ze, wat, ze los, uh, wat ze loslaten. En dan zie je aan die stijfmeelkorrels, die zijn natuurlijk een beetje ingekleurd door een, uh, door een wetenschapper. Om dat wat leuker eruit te laten zien. Dan zie je die gele vlekjes, dat zijn luchtzakken. Dat is echt een luchtballon. Ze kunnen heel lang zweven door de lucht. En dat is ook belangrijk, want ze moeten, nou ja, ze moeten die kegels zien te bereiken. En dat is niet eenvoudig. Dit zijn zogenaamde windbestuivers. Dus die moeten ontzettend veel... Voorplantingscellen maken, de lucht insturen. U kent het wel, deze tijd van hooikoorts Is het u allen bekend dat, 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 dat die planten dat aan het doen zijn. En dat is een hele uh, verspillende manier van voorplanten. Je moet miljoenen van dit soort stuifmeelkorrels de lucht insturen om die kegel te bereiken, om tot dat zaadje te komen. Dus in deze tijd kan je ook in de dennenbossen en sparrenbossen een soort gele laag zien, zien liggen van stuifmeel. En dan natuurlijk de bloemplant. Dit is een, een belangrijk punt in de evolutie. En ik heb hier twee afbeeldingen die alle twee wat toelichting nodig hebben. De ene is een reconstructie, daarom is het niet heel mooi. Maar ene is een reconstructie van hoe mogelijk de eerste bloem eruit heeft gezien. Er zitten 130 miljoen jaar geleden. Dan zitten we nou ja, in het Jura, volgens mij als ik uit mijn hoofd goed zeg. Um, en daar zie je de opkomst van de bloemplanten. Maar inmiddels, en dat is het andere plaatje, dat heet, de, dit staat bij de phylogeny of angiosperms, of het APG-project. Dit is APG-4, dus de vierde versie van de angiosperm phylogeny group, die een stamboom hebben gemaakt, een evolutionaire stamboom van alle levende bloemplanten op aarde. Die komen allemaal komen die uit die ene oerbloem komen die voort. En er zijn, al heel lang zijn er paleobotanici op zoek naar die oerbloem. Uh, maar het rare is hieraan, als we buiten kijken zelfs als u in de stad leeft, verreweg de meeste vegetatie. 90 tot 95 van de vegetatie die je tegenkomt zijn bloeiende planten. Behoren dus tot deze familie, terwijl die eigenlijk vrij laat in de evolutie voorkomen. Dus waarom? De varen zijn er al veel langer, de mossen zijn er al veel langer, maar je vindt veel minder soorten mossen, veel minder soorten varens dan dat je bloeiende planten vindt. En dat Leidde in ieder geval Charles Darwin ertoe om op een gegeven moment aan een vriend te schrijven: dit is een verschrikkelijk mysterie. We hebben heel weinig uh, bloemfossielen uit het krijt. Um, en dat was voor hem raar, want volgens zijn gedachte was het zo dat evolutie verloopt eigenlijk in hele kleine stapjes. Heel gradueel. Variatie op variatie op variatie. En wat ziet hij gebeuren? Vrij laat in de Evolutionaire ontstaansgeschiedenis komen de bloemplanten op, maar die hebben een veel grotere vormenrijkdom. Van 90 meter hoge eucalyptusbomen in Australië, en Tasmanië, tot het kleinste minuscule eendekroosje van 0,1, 0,2 centimeter, ook een bloemplant. Hoe verklaar je die enorme vormenrijkdom als je veel minder evolutionaire tijd hebt om al die vormen te krijgen? Dit noemt hij een abominabel mysterie. Verschrikkelijk mysterie. En dan gaat zelfs zo ver om te zeggen: ja, misschien zijn we ergens een continent vergeten. Is er een verzonken continent, een soort Atlantis, waar er fossielen liggen van oudere bloemplanten? Om maar te verklaren: van oké, okay, hoe hebben we nou die enorme vormenrijkdom gekregen? Uiteindelijk wordt het antwoord aangereikt door een Fransman. Uh, en dat is eigenlijk wel vreemd, want Darwin, daar is hij niet onbekend, maar Darwin heeft heel veel boeken geschreven op het gebied van plantkunde. En ook heel veel boeken op het gebied van bloembestuiving. En die Fransman, Gaston Saporta, die schrijft hem. Ja, maar als je kijkt naar de fossielen van de eerste bloemplanten, dan zien we dat we ongeveer rond dezelfde tijd ook de eerste fossielen krijgen van bijen. En de eerste fossielen krijgen van uh, motachtige, nachtvlinderachtige en later uh, uh, dagvlinders. En dan zegt Darwin schrijft dan terug tegen hem: Ja, dit is het ei van Columbus. Je hebt, je hebt het opgelost. Natuurlijk, hoe, dit had ik zelf kunnen bedenken. Wat is er nou natuurlijk gebeurd? Op het moment dat je bloemen krijgt, waarom krijg je bloemen? En waarom hebben die bloemen zulke prachtige veelkleurigheid en hebben die parfums en ga zo maar door? Omdat er bestuivers bij horen. Die bloemen en die bestuivers die horen samen en die zorgen eigenlijk voor een enorme versnelling in de evolutie. En een enorme toename aan die veelvormigheid. Dus ik heb er een leuk citaat bij van E.O. Wilson, een entomoloog uit Amerika. Een mieren expert eigenlijk, die schrijft in een boek, Forgotten Pollinators, schrijft hij... Great truths are sometimes so enveloping and exist in such plain view as to be invisible. One of them is the dominance on the land of flowering plants and insects. The joint hegemony of these two groups is not an accident. En ik vind het een heel mooi citaat omdat hij zegt: soms heb je dus zo'n enorme waarheid dat je het niet ziet. En het grappige is inderdaad: Darwin was eigenlijk degene die als het ware die gedachte heeft gepopulariseerd van kruisbestuiving. Dus een gedachte die we vandaag de dag allemaal op de basisschool meekrijgen, van de bloemetjes en de, en de bijtjes, dat is een verhaal dat pas in de negentiende eeuw eigenlijk gangbaar wordt. Tot die tijd had men simpelweg niet door dat er zo ontzettend veel insecten waren, omdat er zo ontzettend veel bloemplanten waren. En dat die samenhoorden. En dat die bloemplanten die insecten inzetten om kruisbestuiving te bewerkstelligen. En dat dat de betekenis is van bloemen. Darwin schrijft dan ook heel mooi in The Origin of Species, als er geen insecten waren geweest, dan hadden we nu allemaal... Bloemplanten gehad, zoals de grassen en zoals uh, nou ja, de elzen. Uh, dus geen opzichtige kleuren, geen parfums, geen prachtige tulpenboeketten, en ga zo maar door. En die joint hegemony, dat is dus een gedeelde heerschappij. Er is een gedeelde heerschappij, dus het insectenrijk en het bloemplantenrijk zijn de twee grootste rijken op het land. Qua soortenrijkdom en qua uh, biomassa, en ga zo maar door. Dan om het staartje rond te maken, gaan we terug naar, gaan we naar de wereld van het gras. Eigenlijk het, zou je kunnen zeggen: het laatste grote tijdperk in het fytosfeer. Hetgene waar wij nu vandaag de dag in leven. He, dus zo'n ongeveer rond het uitsterven van de dinosauriërs. op het moment dat die, die asteroïde inslaat. dat is eigenlijk ook rond die tijd komen de grassen op. Dat is eigenlijk al bijzonder, want je zou denken: eerst had je windbestuivers. die dus gewoon de wind gebruikt om enorm veel van die stuifmeelkorrels eruit te doen. om uiteindelijk die. Uh, Voorplanting te bewerkstelligen. En dan vervolgens krijg je een veel economischer beleid. Je krijgt namelijk een bij die neemt stijfmul mee van de ene bloem naar de andere. Veel goedkoper, hoeft niet zo ontzettend veel stijfmelkores te maken. Dat wordt heel succesvol. En het gekke wat je vervolgens ziet gebeuren, is dat heel veel bomen, maar dus ook de grassen, weer teruggaan naar windbestuiving. Dus blijkbaar is het toch niet zo oneconomisch, ondanks dat het zo met zo'n ontzettend veel kosten gepaard gaat. En dan krijgen we de grassen. En de grassen is een hele bijzondere. En ook voor taxonomen een bijzonder lastige groep. Het is heel moeilijk om planten goed te leren identificeren. En vooral de gras is heel moeilijk. Omdat ze dus niet zulke mooie opzichtige bloemen hebben. Of zulke hele mooie grote opzichtige vruchten. En dus dat is wat lastiger om dat te determineren. Maar daar komen natuurlijk eigenlijk derde. de voorouders. Uh, zijn dat van uiteindelijk ons mais. Wat in, als eerste in uh, Midden-Amerika wordt gedomesticeerd. De graan, die als eerst in, uh, in uh, 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 Klein-Azië wordt gedomesticeerd, hè, in de buurt van uh, Israël, Palestina, die, die, die regio. En natuurlijk de rijst die in Azië wordt gedomesticeerd. En dit gebeurt allemaal nou ja, om en nabij, zo'n 10.000 jaar geleden. Dat men dat voor het eerst gaat men akkertjes aanleggen met deze grassen. Gaat men grassen selecteren. Um, en dan met name, hè, want grassen zijn namelijk, als je dat wel ziet als je door een, uh, door een beetje een nou ja, ongemaaid veld loopt, dan zie je dat heel veel. Grassen die gooien hun zaden eruit, als het ware. Of die ha hebben harpoentjes aan hun zaden, waardoor ze blijven haken aan je kleding. He, die die, die planten, natuurlijk, die zaden, die zaden wijd en breed verspreiden. Uh, maar wat ontdekten waarschijnlijk deze mensen helemaal aan het begin, is dat er sommigen hadden een mutatie en er bleven, alle zaadjes bleven netjes aan de halm zitten. Die heeft men geselecteerd, die heeft men geplant. Daar kwamen we weer planten uit die hetzelfde, dezelfde mutatie vertoonden. En zo, men, zo komt het dus dat. Tegenwoordig een graanhalm, die stort niet uit elkaar. en Hetzelfde geldt voor de rijst en hetzelfde geldt voor de mais. En het rare is die mais helemaal, dat als je de wilde mais ziet, de Theocinthe, dat is een heel klein, rottig plantje met maar een paar van die maiskorrels eraan. Tegenwoordig heb je natuurlijk zo'n enorme kolf erop. Dus er is ontzettend veel werk verzet door het selecteren van bepaalde eigenschappen van planten en die, en daarmee verder te kweken. Maar het rare is, en dat is misschien wel een aardige omkering... Dit is namelijk op een bepaalde manier een vergelijkbaar abominabel mysterie. We weten natuurlijk dat wij dat zijn gaan verbouwen. Maar de manier waarop we vaak praten over het verbouwen van grassen en de domesticatie van grassen, is alsof wij de heersers zijn hier. En de plant ons passieve object is, die we maar gewoon inzetten om ons eigen overleven te bewerkstelligen. Maar dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. En er zijn verschillende schrijvers die daar wat over hebben gezegd, maar dit vind ik eigenlijk de aardigste. Dit is Peter Thompson, die heeft een heel mooi boek geschreven, Seed, Sex and Civilization. En dan zegt hij, dan vergelijkt hij de landbouwrevolutie, de agrarische revolutie, vergelijkt hij met een eendekooi. Ik weet niet of je wel eens een eendekooi hebt gezien, maar ik heb een plaatje, een beetje een gek plaatje van zo'n eendekooi vijver. En dan zie je aan de randen zie je van die uitstulpingen, en daar zitten dus als het ware omheinden en uh, uh, overdekte. Delen in, dan doe je dan een lok 1, drijf je daar doorheen en dan lok je eenden steeds verder die kooi in om ze uiteindelijk te kunnen vangen. Ze dus kunnen niet wegvliegen en dan kan je ze makkelijk zo uit het water halen. Je vindt ze bijvoorbeeld nog op, voor mij op Terschelling vind je nog een eendenkooi, op Texel, een van de twee. En hij zegt: die landbouwrevolutie is ook een eendenkooi voor de mens. Want we denken misschien wel dat die plant ons uh, willoze, uh, 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 passieve subject is, wat we zomaar even in een tuin kunnen zetten enzovoort. Maar je moet je natuurlijk goed voorstellen dat op het moment dat we dat gaan doen, dat wij ook veranderen. Dat wij diepgaand zijn veranderd. We moesten ons bijvoorbeeld sedentair gaan opstellen. We moesten op één plek gaan wonen. Want onze planten groeiden op één plek en we moesten dat in de gaten blijven houden. En die planten die hadden allemaal vijanden. Dus je moest op allerlei manieren moest je onkruid wieden. Uh, je moest de boel bemesten. Je moet de boel uh, van water voorzien. Je moet eigenlijk die planten nou ja, helemaal vertroeten hè? om uiteindelijk daar daadwerkelijk de vruchten van te kunnen plukken. En dat heeft ons diepgaand veranderd en heeft eigenlijk onze moderne maatschappij mogelijk gemaakt in een bepaalde manier. Dat is ook wat dat boek laat zien, die Death of Grass. Als je gras zou weghalen, dan stort de menselijke samenleving in. He, dus die symbiose, er is ook hier weer sprake van een symbiose. En die symbiose is zelfs, wat ze in de biologie zouden noemen, een obligaat mutualisme. He, het is een obligation, het is een, er zit een soort verplichte kant aan. We moeten ervoor zorgen dat die grassen in leven blijven, anders dan blijven wij ook niet in leven. Dus het overleven van die plant is van groot belang om ons eigen overleven te bewerkstelligen. En dat laat volgens mij zien dat we nodig af moeten van die plantenblindheid. Als het om ons eigen overleven gaat. Want als we die plant kwijtraken, dan, dan zijn we er zelf ook geweest. En dat is natuurlijk, een, en het zou natuurlijk uh, niet alleen een kwalijke zaak zijn omdat het gaat om ons overleven, maar het zou ook een kwalijke zaak zijn omdat planten gewoon ook op zichzelf, nog los van of wij ze kunnen eten, prachtige, geweldige organismen zijn. He, die, ...en ik heb nu even dat kort kunnen schetsen, er is nog veel meer over te zeggen... ...maar planten doen helemaal niet onderaan complexiteit bij dieren. Ik zou zo kunnen zeggen, planten zijn veel interessanter op heel veel vlakken dan dieren. He, niet alleen in hun complexiteit, maar ook in de manieren die ze hebben gevonden om hun zaden te verspreiden... ...om bestuivers aan te trekken. Er zijn orchideeën die um, doen zich voor alsof ze een vrouwtjes bij zijn... ...zodat een mannetjes bij vol paringslust die orchideebloem beklimt... ...om daar vervolgens mee te pseudocopuleren... En dan krijgt hij twee van die mooie stuifmeelzakjes op zijn hoofd. En dan vervolgens als hij nog een keer die fout maakt, dan heeft hij de uh, dan heeft hij de, 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 de bevruchting of de bestuiving van die orchidee bewerkstelligd. Dat is bizar. Op zo'n schaal bizar zou ik zeggen dat nou ja, we moeten planten echt op een hele andere manier gaan bekijken. En we moeten ze, ik zou zeggen, herwaarderen. Uh, of zoals Darwin zegt, het, het, het meest verdienstelijk van mijn leven is dat ik planten heb gezien als georganiseerde, uh, organismen. He, dat, als organismen die respect verdienen en die uh, studie verdienen en die ons uh, onze eerbied verdienen. En uh, daarom zeg ik: uh, welkom in het Vitroceen! En dit was uh, uh, de lezing voor vanavond. Dank jullie wel.